Hoi, ik ben Limarly Kingsale en ik ben docent levensbeschouwing op het Stanislas College in Delft en omgeving. Er zijn momenten in je leven waarin je een keuze moet maken. Niet een keuze over wat je gaat eten vanavond, wie je volgt op TikTok of wat je die dag aantrekt, maar een keuze die gevolgen heeft voor het verdere verloop van je leven. Dat noemen we levenskeuzes. Welk profiel ga je kiezen? Welke studie? En met welke vriend of vriendin ga je verder? Wanneer je dan niet kiest omdat je het zo spannend vindt, dan merk je dat er voor jou gekozen wordt. De school plaatst je in een profiel, je vervolgopleiding gaat door zonder jou en je vrienden willen weten of je nu wel of niet voor hen kiest. Niet iedereen gelooft dat er een levensweg is. Sommige mensen zeggen vaak dat het leven van toevalligheden aan elkaar hangt. En dat je je vooral moet bezighouden met hetgeen er nu, vandaag, op je pad komt. Misschien zie je dat zelf ook zo. Zelf denk ik dat er sleutelmomenten zijn die iets moois openen. Denk er zelf eens over na. Zijn er bij jou momenten in je leven die je een duwtje in de goede richting hebben gegeven? De vriendschap met je beste vriend of een bepaalde gebeurtenis? De katholieke kerk gelooft in dit idee, dat er een plan is voor jouw leven. En dat is geen plan dat al helemaal is uitgetekend, maar iets dat in dialoog met jou ontstaat. En waarbij je je kunt laten leiden door bepaalde principes die houvast geven en waarbij de liefde het belangrijkste principe is. Helpen opbouwen en niet afbreken. Hoopvol naar de toekomst kijken en goed naar jezelf blijven kijken. Wat doe je goed? En wat kan anders? Waar laat je kansen liggen om iets goeds te doen voor een ander en de wereld? Een voorbeeld voor mij is Paus Franciscus. Hij raakte mij op een belangrijk moment in mijn leven met zijn uitspraak: jongeren begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Heb jij ook zo'n voorbeeld? Iemand die jou inspireert en stimuleert om te kijken naar de rode draad in jouw leven? En om liefdevol te bouwen aan een hoopvolle toekomst? Wil je meer weten? Lees de Doeket en kijk op doeket.nl.